Welkom bij Kevin en Noerjurgen terug. Elke aflevering nodigen wij een Rotterdamse artiest uit om een cover te doen van zijn of haar eigen track. Met alleen een piano en gitaar nemen wij ze mee terug naar de basis van muziek maken. Maar één ding mag je niet in ontbreken. Rotterdam. Elke aflevering gaan we naar een legendarische Rotterdamse plek uit de muziekgeschiedenis. Maar vandaag doen we het met de enige echte partygod uit Rotterdam. We lopen nu bij Stadhuisplein. Het is overdag, bruist. Maar Rotterdam heeft natuurlijk ook een hele bruisende nachtcultuur. En het DNA van deze nachtcultuur gaat terug naar de jaren 80. En als er één iemand is die we daarover moeten spreken, dan is het de danceguru van Rotterdam, Ted Langebach. Ted, wanneer kwam je erachter dat feesten organiseren echt jouw ding was? Ja, dus heel diep vanuit mijn jeugd geworteld eigenlijk. Ik droomde vroeger altijd van weilanden met zeg maar de meisjes die daar naakt rondliepen en dat ik met mijn gitaar dan ergens in het midden stond. En toen ben ik uiteindelijk in de punktijd, eind 70 jaar, ben ik in allerlei bandjes gaan spelen. Ook Europa doorgetoerd. Nou, de 80 jaar kwam eraan electro, hip-hop. Ja. En niet veel later kwam techno en kwam house natuurlijk ook. Eerst house en toen techno. Ja. Ik zat in Barcelona, Berlijn en ook op Ibiza toen het nog niet commercieel was. Dus er gebeurden allemaal hele spannende dingen. Ja. En toen kwam ik in Rotterdam en dacht ik, wat een saaie workaholic city is er. Ik denk, nou, ik wil hier wel even weer iedereen bij de strot pakken. En toen ben ik eigenlijk in Rotterdam de eerste illegale warehouse parties begonnen. Maar hoe ging dat dan? Hoe was dat dan voor jou om nou een eerste club hier in deze stad te vestigen? Hoe ging dat? Nou, het was nog niet echt een club. Dus je deed het op hele spannende locaties. In Hotel New York, de Cruise Terminal op de Kop van Zuid. En ik begon MTC in Rotterdam. En dat was wel, je heel Europa kwam hier naartoe. En dat had ook te maken zeg maar, met de mix van theater en de gekke dingen die in de club ontstonden. En het is ook altijd belangrijk dat je, als je een club start, dat je wel je eigen norm, je eigen identiteit neerzet. Je ziet nu dat het door toename van de social media, dat iedereen veel meer stereotype aan het worden is. En gelukkig zijn er nu heel veel nieuwe, jonge talenten, artiesten die dat weer gaan doorbreken. Ja. Afgelopen 4 jaar is er vanuit de politiek nauwelijks geïnvesteerd zeg maar, in de clubcultuur in Rotterdam. En wat dan de gemeente vaak doet, is dan investeren in instituten. Maar instituten lopen net zoals de publieke omroepen, lopen ze ook 5 of 10 jaar achter de feiten aan. En dan krijg je denk, die komen ineens met hiphop of die komen ineens met graffiti of zo. Denk van dat weten wij toch al lang wat dat is en zo. Het moet vanuit de markt komen, maar vanuit de individuals in de markt die zeggen oké, wij gaan daar tegenin en wij laten zien wat een statement is. Dat is iets nieuws. Ja. Maar, en de toekomst dan? Hoe ziet het, waar ben je mee bezig? Ja, nou ik ben bezig weer met een nieuwe club. En dat kost veel meer moeite dan in de 90 jaar. Ja. Want dan zei de wethouder ook burgemeester, doe je ding. Ja. Geen illegale feestjes meer. Illegale feesten. maar zo is ook de gabber ontstaan. Gabber is bijvoorbeeld in Japan ook echt heeft een cultstatus bijvoorbeeld. Dus vanuit de hele wereld wordt Rotterdam wel gezien als een creatorstad, weet je wel. Maar alleen we zijn in Rotterdam heel slecht met onze legacy. En er wordt nog steeds elke dag gecreëerd in deze stad. Maar dat moet je wel een podium weten te geven. Want als al dat publiek en al die toeristen die nu naar die stad komen en ze zien alleen maar een lijnbaan en om 7 uur hebben ze zoveel quinoa-kutjes salade gegeten dat ze om 8 uur in slaap vallen op een hotelkamer. Dat kan toch nooit de Lonely Planet manier zijn, weet je. Lonely Planet wil zeggen dat je 24 uur dan een stad bruist en vibreert. En is dat jouw doel? Om 24-7 iets te creëren wat doorgaat? Zoals wat doorgaat. Zoals een echte wereldstad. Dat wat niet stopt. In februari 2018 gaat de club open. Oké, dus genoeg te doen. Is genoeg te doen. Oké, dit was Ted Langebach. Back in town. Ja man, dit is Kevin en Noerjurgen gaan terug. Elke aflevering hebben wij een gast waarmee we teruggaan in de tijd. En vandaag is het J.R. de Regel 9. Sinds 2017 werkt hij samen met producer The Acquisition. En dit jaar wonnen ze de grote prijs van Rotterdam in de categorie hiphop. J.R. vertelt ons straks welke van zijn 3 eigen nummers hij met ons wilt coveren. Waar komt die naam vandaan? Het begon eigenlijk oorspronkelijk bij het schrijven van regels. En dat mensen zeiden, jij bent die guy van die regels, weet je wel. Nou, dat heeft zich toen later naar de secundaire betekenis van dat woord gebracht. En dat kwam een beetje doordat ik ging organiseren, kleine feestjes, weet je wel. En de organizing guy. Waarom ben je rapper geworden? Nou, ik ben het niet zozeer geworden. Het is gewoon dat ik gewoon een hele grote liefde had voor hip-hop. Ik heb ook heel lang geprobeerd te draaien zelfs nog. Ja, het host, het MC, dat lag me gewoon heel erg. Het muziek maken. Nou, dat ontwikkelde zich tot wat het eigenlijk nu is. Als we even terug in de tijd gaan, hè? Aan het begin van je carrière, wat wilde je toen bereiken? En wat is daar uiteindelijk allemaal van uitgekomen? Ik wou heel graag buiten mijn dorp treden, gewoon met wat ik deed. Ik ben hier geboren in Rotterdam. En toen mijn moeder ging hertrouwen, zijn we verhuisd naar Papendrecht. En ik voelde me daar heel erg beperkt, heel erg klein, heel erg opgesloten. En
Ik heb een tijdje vastgezeten en het feit dat ik vrij kwam en dat ik echt zoiets had, oké, nu moet iets veranderen. En nu gaan we of al in, of weet je, we gaan gewoon een andere keuze maken in het leven. En ja, ik besloot al in te gaan. Dus ik wou gewoon zo ver mogelijk naar buiten treden als maar mogelijk was. En ja, dat is best wel gelukt. Was het daarvoor zeg maar minder serieus? Voordat je zeg maar vast zat en toen je vrij kwam, wat is er toen veranderd in die tussentijd? Nou, het feit dat ik daar binnen heb geleerd dat je het leven niet voor lief moet nemen. En als je de kans hebt om iets te doen, dat je dat ook moet benutten, weet je. Ik zat daar met vooral volwassen mensen die dan mij vroegen van, wat doe jij hier? Dus ik liet wel eens wat horen en die gasten zeiden ook allemaal van, je moet hier gewoon iets mee doen. Ga verder en op een ander pad, want dat kan gewoon nog. En hoe oud was je toen? Toen was ik 18. Ja. Wat was voor jou het moment dat jij echt dacht, wauw, dit is mijn toekomst? Pas op het moment dat ik zag dat mensen mij als persoon en als artiest goed ontvingen, toen dacht ik van oké, hier moet ik nu werk van gaan maken, want er zijn opties. Wat maakt jou uniek? Ja, sowieso mijn DNA-code gewoon op zich, weet je. I mean, look at this face, baby. That's one of a kind. You can't buy that shit. Ik denk mijn persoonlijkheid. Dat denk ik dat mensen zouden zeggen als ze zeggen van waar denk je aan als je aan die goos denkt. Denk gewoon de persoonlijkheid. We gaan jou een paar vragen stellen. Yes. Je moet binnen 3 seconden antwoorden. En zo gaan we jou beter leren kennen. Oké, let's go. Let's go. Grootste blunder op het podium ooit. Heel erg stoned en dronken, tekst vergeten. Wat is je favoriete snoep? Persica. Waar kan je je kapot aan ergeren bij anderen? Als ze brutaal tegen elkaar zijn. Of ongerechtigheid. Ja, met wie zou je ooit nog willen samenwerken? Kendrick Lamar, ja. Hoe vaak douche per week? 2 keer per dag, ja. Ja, dat is 14 keer per week. Ja. of jouw levensdoel in één zin? Mijn levensdoel in één zin? Het positief beïnvloeden en bemoedigen van anderen om mij heen. Heb je wel eens een naaktfoto van jezelf gestuurd? Ja. Waar ben je bang voor? Hoogtes. Wat is jouw mooiste plek in Rotterdam? Het Oude Westen. Het Oude Westen? Nou, dat is niet helemaal. Oude Haven moet ik eigenlijk eerder zeggen. Daar ben ik ook geboren. Ja. We hebben jou de optie gegeven uit 3 liedjes die je live kan doen. Welke is het geworden? Het is bedtijd geworden. Waarom? Omdat ik altijd heel erg moe ben. En het is de single van het project van mij, The Acquisition. De avonturen van Upper Chess. Let's do it! Cool. Nachtleven verspreid over de dagdelen. Staat het naar het plafond, eyes open. Twist en turn in het rond. Overblijfselen van de avond liggen op de grond. Sluit je ogen, snaveltjes toe. Lees nog een paar pagina's uit mijn dagboek. Wekker gezet, ik heb morgen plannen. Probeer nog wat zus te vangen. En net voor ik wegval, weer dat bekende geluid. Het is 8 uur scherp en ik moet er alweer uit. Ik moet er alweer uit. Ik moet er alweer uit, dus hey. Ik zoek de druk van de dag. Thema van het schema. Hoesten van het rooster. Dromen met je ogen open. Te weinig uren in een dag. Niets blijft er over. Had een week 8 dagen. Hoor je nog steeds klagen. Vraag Klaas, waar kom je langs en hoe laat dan? Time management ongekend. Weg de aanpak. Op zoek naar balans. Slaapkamer met een matras. Wakker worden als de meesten slapen gaan. En slapen vaak wanneer de meesten opstaan. Eeuwige slapeloosheid en zo naar camp. We zijn vampires slaapwandelend in de strooplights. Kom met die knoflook. Te weinig uren in een dag hoor de vogeltjes al fluiten. Ochtendrituelen en de werkgeluiden buiten. Ondanks de shine zien we de zon niet. Dineren tijdens ontbijt en soms niet. De nachtel in combi met de zombie. Hey, hoe laat is het? Weet je? Ik voel de druk van de dag, thema van het schema. Hoogste van het rooster, dromen met je ogen open. Te weinig uren in een dag, niks blijft er over. Insomnia zet wat vers en koffie klaar. Sorry, maar ik heb niks aan je commentaar. Doorhalen, doorgaan, het is werk als we chillen. Ook passie met vriendinnen, nigga. Slaap willen. Tof dat je gekeken hebt. Vergeet dit filmpje vooral niet te delen. En als je meer wilt weten, volg dan de socials. Peace.